De tent is uit Engeland overgekomen, evenals het merendeel van de spelers. Het publiek, er gaan 1340 mensen in de holle ruimte, zal een Engelse versie te zien krijgen, aangevuld met enkele Nederlandse teksten. Zo zal het verhaal moeten worden overgebracht van de hippiewereld, met zijn eigen kleding, zijn eigen moraal en zijn verwachting van een leven vol liefde. Met het slotnummer worden de bezoekers uitgenodigd op te gaan in de zingende en dansende scharen op het podium. Hebben het als toeristische trekpleister moeten afleggen tegen de jongste attractie voor binnen- en buitenlanders. De damzitters rond het Nationale Monument. Honderden jongelui bevolken bij mooi weer de trappen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld, want Amsterdam is een must geworden voor deze rondtrekkende cosmopolieten. Ze vinden hier de vrijheid om te liggen, te zitten, te praten of muziek te maken, naar verkiezing alleen of met elkaar. Het fotograferen van dit vredig samenzijn wordt de toerist soms moeilijk gemaakt. Want de jongelui voelen zich daardoor in hun vrijheid geremd. Ze vinden zichzelf geen bezienswaardigheid. Het verkopen van eigen gemaakte sieraden levert soms een paar dagen voedsel op. Bij het monument is voor iedereen een plaatsje onder de zon. Amsterdam is zeer vriendelijk voor de hippies uit de hele wereld, die van het Nationale Monument een soort internationaal vrijheidssymbool hebben gemaakt.